Een schoudercorsage maken met frame-techniek. Het frame is gemaakt van aluminiumdraad, wat geweven is tot een goede constructie die lekker soepel op de schouder ligt en daardoor goed blijft zitten. We hebben alle materialen in groepen neergelegd, zodat het makkelijk pakken is. We nemen de bloemistenlijm voor koudlijm. Dat doen we wat een kleine hoeveelheid op een stukje karton. Dan pakken we het frame in onze hand vast. We kijken naar de vorm van de bloem en van het materiaal. Dan gaan we de bladeren er doorheen weven. Je houdt hem in je ene hand vast. En je wikkelt de blaadjes en andere materialen. Wikkel je door het frame heen. Het voordeel van een frame gemaakt van aluminiumdraad is dat het soepel blijft zitten. En je kunt het frame nog in verschillende houdingen buigen. Je kunt het vast gaan klemmen. En met lijmen kun je er makkelijk bij. Dan hebben we ook de kleine materialen, zoals de blaadjes. Hoe gaan we die lijmen? We pakken ze zo met onze vinger vast. Dopen hem in de lijm. Kleine hoeveelheden. En we lijmen het zo even vasthouden dat het droog is. In het frame. Zo doen we het ook met de bloemen. De steeltjes kunnen kort gemaakt worden. We pakken ze voorzichtig vast, dopen het in de lijm en lijmen het op de juiste plek vast. Even vasthouden dat het goed vast blijft zitten, dan blijft het zitten. Op deze manier maken we het hele frame vol, zowel met de blaadjes als met de bloemen. De rest wordt er doorheen geweven of vastgelijmd.